Hey guys, welkom terug op mijn kanaal. Mijn naam is Olivier Weber, als je misschien dat nog niet had begrepen uit het Engels. In deze video en de video's die nog gaan komen ga ik Nederlands praten. Soms zullen er ook Engelse video's bij zijn, maar de main video's gaan in het Nederlands zijn, omdat jullie dat zo graag willen. In deze video ga ik jullie 10 room decor ideas laten zien. Simpelweg DIY's, do it yourselves. Ja, ik vind het heel erg leuk. Het is een minimalistische stijl, grijs, zwart, wit-achtig. Een beetje urban-achtig as well. Oh my god. Een beetje urban-achtig ook, hier met de kussens. Maar dat wijst zich allemaal uit in de video. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Als je nog niet gesubscribed bent, vergeet dan niet te abonneren. En als je misschien vragen hebt, laat ze dan achter in de comments. Moet ik nog iets vertellen? Nee, ik denk dat het was. Oké, veel kijkplezier. Ik heb uiteindelijk 4 lagen lijmspray aangebracht om zo alles te laten plakken. Een tip voor als je deze DIY gaat doen, leg iets tussen je kussen. Omdat de verf nat is, drupt het door en aan de achterkant van mijn kussens zaten nog plekken. Uur moet je de zak een beetje doorknippen zodat er lucht aan kan komen. En ik heb mijn betonnen plaat 2 dagen laten rusten. Als je deze DIY gaat doen, vraag dan heel even toestemming aan je ouders of als je minderjarig bent,
omdat je je erg kan verbranden met het hete kaarsenvet. Ik heb uiteindelijk 2 pins aan de onderkant geduwd om zo het koord tegen te houden. En dit is het eindresultaat. If you like this video, please give it a thumbs up. If you have any questions, please leave them in the comments below. And I hope I will see you. Vond je deze video leuk? Geef het dan een like. Als je nog niet geabonneerd bent, vergeet dan niet te subscriben. En oh my god, dat is zo raar om het in het Nederlands te zeggen. En hopelijk tot de volgende video. Bye.